Ik ga voor de komende 7 dagen elke dag koud douchen. Want wist je dat koud douchen meerdere voordelen met zich meebrengt? Zoals een verhoogde alertheid, beter humeur en een sterker immuunsysteem. En dat is ook niet het enige wat ik gedurende deze 7 dagen ga doen. Ik ga namelijk ook een hele extreme routine volgen. Zo moet ik elke dag om 5 uur opstaan, hardlopen en moet ik elke dag naar de gym. Dus ga ik nu eens maar slapen zodat ik morgen weer vroeg op kan staan. Ik heb hier oprecht geen zin in. Oprecht, als er iets is waar ik een hekel aan heb, dan is het hardlopen. Al helemaal om 5 uur 's ochtends. Ik heb hier zo geen zin in, maar dat heb ik niet echt een keuze. Ja, want de reden dat ik deze challenge ben aangegaan is om compleet uit mijn comfortzone te stappen. En aangezien ik normaal gesproken lekker tot 12 uur op mijn bed ligt te stinken en zit te scrollen op TikTok, vond ik het maar eens tijd om hier verandering in te brengen. Ik heb trouwens ook echt geen conditie en ik moet minimaal 1 kilometer hardlopen. Nou, laten we maar eens gaan zien of dit gaat lukken. Het is trouwens ook min 8 graden en ik wil het wel een beetje warm krijgen, dus we moeten echt gewoon gaan beginnen. Ik zweer het oprecht. Ik ben net een minuut aan het hardlopen en ik ben nu al buiten adem. Dat is echt niet goed. Ik heb ook nog maar 200 meter gehad. Ik ben gewoon een beetje misselijk hiervan, jongens. Zo slecht is mijn conditie dus, hè. Ik wil ook niet gelijk te hard van start, want anders ga ik die kilometer natuurlijk nooit halen. Ik zie nu trouwens ook dat ik net halverwege ben. Gaat ineens een hond, die wordt helemaal boos. 700 meter, let's go. We hebben nog maar 300 meter en dan zijn we klaar voor vandaag. Oh, wat fijn. En nou, zie je het zo vroeg is, ga ik gewoon midden op straat rennen. Deze is hier toch letterlijk niemand. Alright mensen, we zitten nu officieel op 1 kilometer en dat hebben we gewoon binnen 9 minuten gedaan. Nou, dat vind ik oprecht nog best wel netjes, maar ja, dat is eigenlijk best wel slecht. En omdat dit zo rete slecht is, moet daar natuurlijk verandering in komen. Dus gaan we dit resultaat vergelijken op dag 7. Alright mensen, dus tijd is momenteel 7:10 en dat betekent maar één ding. Gaan we weer koud douchen. En dit keer voor 40 seconden. En dan kan jullie zeggen, ik heb hier oprecht geen zin in. Maar goed. Het blijft ook wel koud. Kun je oprecht zeggen, dit went ook gewoon niet. Dus vertrok ik naar de gym om maar eens lekker te gaan trainen. En dat ging verbazingwekkend goed. Dus bleef ik nog even trainen om vervolgens weer naar huis te gaan om te werken. En het fijne is, omdat het dus nog zo vroeg is, heb ik dus gewoon tijd om eventjes te gaan werken zonder dat ik afgeleid word. Yes, we zijn weer lekker aan het editen. Let's go. En nadat deze dag voorbij was gevlogen, was het alweer tijd om te gaan slapen. Goedemorgen mensen, het is nu ongeveer 5:15. Dat betekent dat ik ietsje later ben. Maar goed, dat betekent niet dat we niet alsnog moeten gaan hardlopen. Dus oprecht, hardlopen is iets waar ik nog nooit zin in heb gehad in mijn leven. Ik vind hardlopen echt vreselijk. Dus ging ik weer een stuk hardlopen om vervolgens weer koud te gaan douchen. Oh ja, en ik moet elke dag 10 seconden langer extra douchen. Zodat ik op dag 7 minimaal 1,5 minuut onder een koude douche kan staan. 50 seconden op de klok, let's go. En terwijl ik hier aan het douchen was, had ik telkens dezelfde terugkerende gedachten. Waarom ben ik hieraan begonnen? Waarom zou iemand dit ooit vrijwillig doen? Waarom doe ik dit? Goedemorgen mensen, het is nu 6:00 en dat betekent dat ik een uur te laat ben. Ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier vind ik vroeg opstaan vind ik echt gewoon... oprecht echt heel lastig. Dus ik hoop niet dat dat een probleem gaat worden de aankomende dagen. Moeten we gaan het zien. Eerst hardlopen. En zoals je hier ziet, ging het hardlopen verbazingwekkend goed. Misschien omdat ik hier een uur langer heb geslapen. Nu was het weer tijd voor een koude douche. Dag 4, dit wordt ook gelijk de eerste hele minuut. Dus als ik dit haal, dan, ja, dan vind ik dat oprecht best wel nice. Ik heb net al toevallig even gedoucht, normaal. Tot zo, dan ben ik weer warm of zo. En gedurende de dagen ging het koude douchen steeds makkelijker en makkelijker en voelde het soms zelfs een beetje warm aan. Maar dan was het dan toch eindelijk dag 7. Het moment van de waarheid. Kan ik 1,5 minuut onder deze koude douche staan? Maar eerst gaan we kijken of het me lukt om mijn hardlooptijd van dag 1 te verbreken. Ik ben hier oprecht zo blij mee. Maar goed, nu is het tijd voor de koude douche. 1,5 minuut. Let's go. Het koude water gierde langs mijn lichaam en ik kwam in een soort hyperfocus terecht. Ik kon me alleen nog maar concentreren op het ademhalen en was totaal niet bezig met hoe lang ik nog moest. Ik herinner me de afgelopen 7 dagen hoe moeilijk die dagen voor mij waren. Elke dag vroeg opstaan, hardlopen en natuurlijk koud douchen. Dat was dus dag 7. En ja, nu is de vraag, is er wat veranderd? En ja, om heel eerlijk te zijn, mijn alertheid kan ik natuurlijk niet echt testen. Ik merk natuurlijk gewoon dat ik in het verkeer gewoon altijd wel alert ben. Nou, heb ik dan ook daadwerkelijk een beter humeur? Nee, ik haat vroeg opstaan. Ik vind vroeg opstaan echt vreselijk en dat maakt me gewoon chagrijnig. Want ja, vroeg opstaan, wie vindt dat nou leuk? En heb ik dan een sterker immuunsysteem? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben niet ziek geworden of zo. Maar wat ik wel moet zeggen is dat wanneer je meerdere dagen onder een koude douche gaat, dat het wel echt begint te wennen. In het begin was ik best wel bang dat ik gedurende deze 7 dagen best wel hard
zou gaan leiden. Maar goed, je zag het op dag 7 was echt gewoon niks meer aan de hand. In ieder geval bedankt voor het kijken. Heb jij ooit koud gedoucht? Laat het dan weten in de reacties hier beneden. En tot de volgende keer.